Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid, vertroosting, wordt u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor Gods troon zijn, en van de Heere Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 146. Wij noemen nu Psalm 146. En daarvan het derde vers: zalig hij die in dit leven. Psalm 146 vers 3. Willen wij met elkaar gaan zingen. Wij willen ons gaan stellen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna willen wij gaan zingen uit Psalm 34, het derde vers. Zij sloegen het oog op God, ze liep als een stroom hem aan. Psalm 34, vers 3, willen wij gaan zingen naar de wet des Heren. En horen wij de heilige 10 geboden van de Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij,
nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor vanmorgen vindt u uit het Oude Testament, het eerste boek Koningen, daarvan hoofdstuk 18. En we willen lezen vanaf vers 1 tot vers 22. Wij noemen u 1 Koningen 18, vers 1 tot vers 22 als onze schriftlezing. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord al dus. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het 3e jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende, want het geschiedde als Izebel de profeet des Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land en tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren, misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezers in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg, en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet, en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia?
Hij zeide: ik ben het, ga heen, zeg uw heer, zie Elia is hier. Maar hij zeide: wie heb ik gezond, wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het moge geschieden, wanneer ik voor u van u weggegaan, zou weggegaan zijn, dat de geest des Heren u wegnam, en ik weet niet waarheen, en ik kwam om de Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zal hij mij doden. Ik uw knecht nu vrees den Heren van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Jezebel de profeten des Heren doodde, dat ik van de profeten des Heren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab nou tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis daarmede, dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Jezebel eten. Zo stond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hingt gij op 2 gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord. Tot zover. In verband met de voorbeden, ik zei meegedeeld dat het echtpaar Kolig gisteren stond aan de open groeven van een lieve man, een lieve vader, grootvader, maar ook dat zij de afgelopen week 12,5 jaar door de band van het huwelijk zijn verbonden, en dat mevrouw Raulo Laroy in het ziekenhuis is. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gemeenschappelijk gebed. Heere, als wij vanmorgen op deze zondag tot u mogen naderen in het gebed, dan weet u dat er mensen zijn waar zoveel gedachten bruisen in de ziel. En dan dragen we aan u op, Heer, het echtpaar Kolig, die gisteren stonden aan de open groeven van een vader, schoonvader, grootvader, weggenomen, de leeftijd van 81 jaar, ook oud lid van onze gemeente. Maar dat er ook, Heer, die vierdag was gepland, 12,5 jaar getrouwd, maar in plaats van een vierdag een begrafenis. O Heer, wat is het leven een damp, en wat wenkt de dood ieder uur? En Heer, dan kan er een zee van gedachten in ons rond bruisen, gedachten waar wij geen antwoord op hebben, gedachten die wij niet tot zwijgen kunnen brengen. Maar Heere, laat het zo mogen zijn dat wij met al die stormen bij u vandaan, bij u tot rust mogen komen, omdat gij een God zijt die rust heeft voor onrustigen, en die het ook vanmorgen zegt door alles heen: kom tot mij die vermoeid en belast zijt,
en ik zal u rust geven. Heere, wat grenst het leven aan de dood? Dat wordt steeds opnieuw gewaar en ook in deze op een hele duidelijke wijze. De kleinkinderen hebben geen opa meer, maar als opa een nieuw hart mocht hebben, wat zal hij dan goed hebben? Boven, voor de troon en voor het lam, goed veel beter dan wij hier. Maar Heere, u kunt het ook met ons goed maken. Als ge overkomt in de harten van ouderen en van jongeren, als het u behaagt uw lieve zoon te openbaren in dat zondaarshart, dat geeft een vrede, dat geeft een zielsgeluk, dat geeft een vertroosting door de tranen heen, dat geeft moed en kracht in deze tolgedraaide wereld. Dan komt er een volk, uw volk, door u geleerd en bekeerd, dat zich door u gedragen mogen weten, door alle smarten heen. Lege plaats, Heere, zoveel, ook onder ons waar een gemis is, en waar een gemis zo pijnlijk wordt ervaren. Heere, God van weduwen, God van wezen, mogen wij u aan uw naam herinneren, op uw wezen pleiten, dat gij een God zij die helpt in nood, en voor uw kerk is in Sion groot, en dat er bij u uitkomst is, en dat er bij u vertroosting is, wonderlijk, rijk en vrij. En als het zo zou mogen zijn, ook vanmorgen, dat een benauwde ziel in alle vragen, in alle aanvechting, de ziel van een jongen met zijn zorgen, van een meisje met zaken waar ze niet uitkomt, dat ze zo in alles bij u mogen terechtkomen. Gij die betoont uw welbehagen aan hem die nederig naar u vragen. Gij die lust hebt in onze bekering. Want Heere, als u niet gewild had dat wij hier zouden zijn, we waren er niet geweest hier. En dan mogen we er zijn, omdat gij tot ons zoveel te zeggen hebt, ernstig, vermanend, gij wijst de schuld aan, Heere, ontdek ons eraan, maar toch ook vertroostend, omdat gij wilt laten horen, en mocht het zijn, Heere, op een indringende, ingrijpende wijze, wat er in Christus te vinden is, voor een arme, verslagen ziel, dat er in hem een volheid van zaligheid is, dat er in hem een zee van genade is, opspringende tot in het eeuwige leven. En dat er in zijn wonde bedekking is voor de schuld, voor een verslagen ziel. En dat er in zijn wonde genezing is voor de smart, voor de angsten en voor alle bange vragen. Och Heere, het kan zo stormen in het hart van een mens als er moeite is, als er aanvechting is, als de boze bezig is en dan het liefst dat woord gebruikt waarmee hij denkt machtig te zijn en zegt, ge hebt geen heil bij God. Heere, dat is niet waar. U zijt een God van zaligheid voor die u vrezen. En één woord van u, Heere, en de Satan moet zwijgen. Eén woord van vertroosting tot de bekommerde ziel. En die ziel zal niet weten hoe die het heeft met u in uw liefdesintaling door de kracht van de Heilige Geest, om dat bloed van de Heere Jezus Christus, als hij er niet was. Maar hij is er, Jezus Christus, en die gekruisigd en die opgestaan, een banier der volken, de herder Israëls, de herder van zijn bruidskerk, van zijn schapen en van zijn lammering. En die zich niet alleen van klacht tot klacht doet voortgaan, maar ook van kracht tot kracht, van zielsvertroosting tot zielsvertroosting. Zou het zo mogen zijn vanmorgen, Heere, een woord van troost voor een vermoeid volk, voor een arm volk, dat steeds aangevochten wordt
En dat steeds denkt, kan voor mij niet, och Heere, u bent toch geen land van uiterste duisternis. Heere, bij u is de levensbron. En u hebt tot het huis van Jacob toch niet gezegd, zoek mij tevergeefs. U wil gevonden zijn. En laat het zo mogen zijn, Heere, de ontmoeting van morgen met een arme tobbende zondaar. En die liefdesbeademing van de Heere Jezus Christus, die toch is de liefdesadem van zijn woord. En dan kunnen ze voort. Door uw gedragen, door de golven heen, door de baren heen. Maar als gij ze daarin draagt, dan mogen ze er ook koninklijk bij liggen. In die lieve Sabbatsrust, die gij uw kerk besteld hebt. En die gij ze bevindelijk toepast, juist in de moeite. Juist als bij hen niet kan. Opdat uw werk overblijft, zo rijk, zo vrij, zo schoon, zo vol. We zijn hier met mevrouw Larooi opnieuw naar het ziekenhuis. Heren, wil haar nabij zijn. Wil haar man nabij zijn. In al, ook in deze weg van beproeving. Maar heren, als er vertroosting mag zijn. Dan mag het ook wel eens zijn in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. En als dat nou waar is in de ziel, bevindelijk waar. Dan zouden we alleen daarom al die smarten niet hebben willen missen, omdat het de volheid van u was, zo teer, zo rijk, zo dierbaar, zoals gij het alleen kunt, in hem, die grote koning. Er zijn, heren, waar ook andere zorgen zijn om gezondheid, u weet het, en we leggen het allen voor u neer. Heren, schenk kracht om uw woord te mogen bedienen. Och, dat het toch tot een ontmoeting zou mogen komen tussen u, o lieve Heere Christus, en een arme zondaar, voor een jongen, of voor een meisje, of voor een oudere. Wat zullen we dan veel te vertellen hebben? Dan komen we nooit klaar uw groot te maken, als een wonder van u is. Mag dat klinken, Heere, het enkel genade alleen, in de vergeving van zonde, uit vrije gunst, om Jezus wil. Amen. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 18. 1 Koningen 18, vers 17 en vers 21, vers 17. En vers 21, in vers 17 lezen we. En het geschiedde als Achab Elias zag, dat Achab tot hem zeide, zijt gij die beroeder Israëls. En vers 21, toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. En dan willen wij bezien ten eerste een bitter verwijt, vers 17. En ten tweede een onomstotelijke keus, een bitter verwijt, een onomstotelijke keus. Wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 32. Wij noemen nu Psalm 32. En daarvan het tweede en het derde vers, Psalm 32, vers 2. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden. En het derde vers, bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. 2 en 3 van Psalm 32 willen wij met elkaar gaan zingen.
een bittere vraag, een onontkoombare keus. O gemeente, wat zijn de wegen des Heren wonderlijk. Wat zijn de wegen één grote verrassing. Wat weet Hij ze rijk, eerlijk, maar ook heerlijk samen te brengen. Een arme zondaar die zich veel te slecht voor de zaligheid weet. En een rijke Christus die Hij voor elkaar bestemd heeft. Die Hij voor elkaar gemaakt heeft. En wat de Heer voor elkaar bestemt, dat zal altijd in zijn weg als een wonder bij elkaar komen. Want neem nou hier die ontmoeting in ons tekstgedeelte. Elia, de profeet des Heren, de man met de kemelsharen mantel, die niemand vreesde, die eerlijk mocht zijn, die sterk mocht zijn. Elia wordt hier door de Heren in contact gebracht met die goddeloze koning Achab. Dat was niet de eerste keer, we hebben het gezien. Toen hij de eerste keer kwam, heeft deze profeet gesproken van het oordeel en van de droogte die Israël treffen zal als de straf van de Heren. Hij heeft niet Achab naar de mond gepraat. Dat zou Achab misschien wel fijn gevonden hebben, maar dan zou hij de Heren verdriet hebben gedaan. Dan kan er eens een worsteling zijn in een studeerkamer als je de preek mag maken. En de Heren weet zo vaak onder tranen. Dat je dan vraagt, Heren, wilt u het zo maken dat ik u niet beledig? Dat ik u er geen verdriet mee doe? Dat ik u mag bedoelen? Want dan zal het tot zaligheid zijn, tot redding zijn, althans. Dan zal het zijn tot uw eer. Elia had daar gestaan, krachtig in de Heere. Hij vreesde de koning niet. Hij vreesde er maar één. God de Heere. En dan kunnen wij voor zoveel dingen bang zijn. Ik voel heel vaak ook in deze met u mee. Wat een angsten kunnen er zijn. Wat een zorgen. Wat een onzekerheden die aan je kunnen knagen. Maar weet u, laat het nou zo zijn dat we één mogen vrezen. De Heere. En wie de Heere mag vrezen, wat mag leven in de ziel, dat klinkt het. Wie zou ik vrezen? Wat zou een nietig mens mij doen? Wat zou de Satan mij doen? Als ik de Heere mag vrezen, dan word ik gedragen. Dan word ik geholpen hoog. Dat ik er stil van zou zijn. En dat ik zou zeggen, Heer, ik wist toch niet dat uw weg door mijn verdriet heen, door mijn angsten heen, zo makkelijk was. Omdat het van u was. Van u alleen. En zo is Elia gegaan naar Achab en weer weggegaan. Als een vogel vrij verklaardig. Op wiens leven werd geloerd door de koning. En we hebben gezien hoe hij dan gaan moest naar de beek Kriet. En dat goed met de Heere had. Hoe die gaan moest naar die weduwvrouw van Sarfat. En dat goed met de Heere had. En nu moest hij weer weg. Nu moest hij weg naar koning Achab. En hij is gegaan. In de kracht des Heeren. Maar op een hele wonderlijke weg. Want wie kwam hij tegen? Niet koning Achab. Maar Obadja. Die de Heere vreesde van zijn jeugd aan. O jonge mensen, ik kan je zo aanbevelen. Die Heere te mogen vrezen. Hem lief te mogen hebben. Door hem je gedragen te mogen weten. Door hem je getroost te mogen weten. Dat je al je angst en al je smart, maar ook al je zonden en al je zorgen aan hem kwijt kan. En dat hij het nou zegt vanmorgen,
Ja, tot jou, je naam wordt genoemd. Dat hij zegt, tot jou vanmorgen kom tot mij, o volk in smart. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht alle tijden. Ik vind het zo fijn dat ik je hier zie, hè. En weet je wat ook zo graag zou willen? Dat we samen elkaar mochten tegenkomen aan de voet van het kruis. Is dat ver? Niet verder dan de zucht van een verslagen ziel. Ja, voor je vlees te ver. Maar zo verrassend dichtbij. Om daar nou te mogen zijn met al je wrevel misschien. Met alles wat je niet begrijpt. Met al je verbittering misschien. Met je ontgoocheling. Met je ontreddering. Bij hem alleen. Brengen de Heere ons daar. Samen. Om van hem te mogen genieten. Daar ben je zo rijk. En daar ben je zo gelukkig. Tot in eeuwigheid. Kan het voor jou, ja zeker. Als het voor mij kan, kan het voor jou nog veel zekerder. Elia was gegaan opnieuw. Naar Agab, maar niet rechtstreeks. Via Obadja. Dat is ook zo'n wondere weg. Obadja werd gebruikt om Elia bij Agab te krijgen. Obadja, om het nou met een deftig woord te zeggen, wat het tegenwoordig zeggen ze, Obadja was intermediair. Nou goed, zo zijn ze aan elkaar gekomen. Obadja zat ertussen. Waarom is Elia niet meteen naar Agab gegaan, zou het zijn? Opdat Agab niet in woeden zou ontbranden? Zou het zijn opdat Agab op de komst van Elia zou worden voorbereid? Dat hij daarom zijn toren zou inhouden? Obadja. En die wordt gebruikt als middel in Gods hand om Elia bij Agab en om Agab bij Elia te krijgen. En weet u wat ik nou zo hoop, hè, en wat ik nou zo bid? Dat ik dan vanmorgen als een Obadja zou mogen zijn, door de Heere gebruikt, gemeente, om u met al uw smarten bij de Heere Jezus te krijgen. En dat ik zou worden gebruikt om hem bij u te krijgen. Dan zou mijn wens vervuld zijn. Dan kan ik alleen maar de Heere danken dat hij nog onnutte dienstknechten gebruikt om ze samen te brengen langs een wonderlijke weg. Kijk, Elia ging niet onmiddellijk naar Agab toe, maar middelijk. De Heere bekeert er zonder ook nooit onmiddellijk, maar middelijk. Door zijn woord, door de prediking, door de ambten, door hem ingesteld, door Christus verdiend. En laat het de ambten maar mogen staan in de wierookgeur van Christus zoenbloed. De Heere bekeerde zijne middelijk, meestal. En als ik dan al gebruikt zou mogen worden, dan kan ik alleen maar verwonderd zijn dat het de Heere behaagt om met kromme stokken rechte slagen te slaan. Maar de hemel is getuige, we gunnen het u. Vriend en vijand, we gunnen het u allemaal. Dat ik gebruikt zou mogen worden om u aan Christus voeten te mogen brengen. Door de liefdesbediening, ambtelijk en persoonlijk. Door de geest der genade en door de geest der gebeden. Elia kwam eerst bij Obadja. Die was niet enthousiast. Die vreesde zijn leven. Profeet. Ja, Elia keek, Obadja keek hoog tegen Elia op.
profeet, zal me mijn leven kosten. Maar hij moet toch gaan. Tegen wil en dank, Obadja heeft het niet gezocht om ze bij elkaar te krijgen. Elia en Achab, heb ik het gezocht? Ik weet dat de Heer te sterk geworden is. En dat de Heer nog door het waarschijn de prediking wil zalig maken. Die geloven. Als wij elkaar met al onze smart. Want er zijn die smart hebben. Die pijn hebben. Ik weet het. Ik hoor het. Ik voel het. En als we met al onze smart nog eens mogen terechtkomen. Aan Christus voeten. Om daaruit te wenen. Nee, niet met krokodillentranen. Die zijn zo droog. Maar met tranen van moeite. En van verdriet. En van machteloosheid. En dan zegt het Christus. Kom maar tot mij, o volk in smart. Stort voor mij uit. Uw ganse hart. Het wonder geschiet. Obadja is ingewonnen om naar Achab te gaan, om de komst van Elia aan te kondigen in alle eerlijkheid en ook in alle oprechtheid. En wat gebeurt er? Kijk eens het wonder dat Achab naar Elia kwam. Niet andersom. We lezen. Achab ging naar Elia toe. Toen ging Obadja, vers 16, Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. Dat is zo'n fijn trekje. Als de Heere werkt, moet zelfs de heide gaan. En de Heere kan heidenen doen gaan. Wat je nooit zou verwachten. Zou jij het van jezelf verwachten. Ooit nog eens te zijn bij de Heer Jezus. De Heer doet het. Hij grijpt heidenen. Daar zie ik Achab gaan. Naar Elia. Omdat het van de Heer is. En dan nou te mogen gaan als een heidense zondaar naar Christus. Als hij het geeft, dan moet ik. Dan ben ik overwonnen. Al mijn wapens van verzet zijn afgepakt. Ik kan niet achterblijven. Ik moet hem hebben, Heer Jezus, u alleen in al uw volheid. Obadja. Mocht Achab op Elia wijzen. Ik heb een veel rijker werk. Ik mag u wijzen. Op de Heer Jezus Christus. Het is zo verdrietig. Als zijn naam niet in de preek wordt genoemd. Als een naam die glinstert en glanst. In het gewaad van Gods woord. Als hij er niet was. En dan weet ik, preken is ook waarschuwen. Zeer zeker. De preek moet afsnijdend zijn. Maar niet als doel op zich. Maar om plaats te maken voor Christus. Ik zeg het in Christus naam. Ken uw ongerechtigheid, want die is groot. Ik zeg het in Christus naam dat we zondaar zijn. Maar ik zeg het ook in Christus naam. Dat wie u nederig valt te voet. Van hem zijn wegen zal eren. Dan zal hij het beloven. En niet doen. Achab gaat naar Elia. Hij kan niet meer doen die Achab dan de Heer hem laat doen. En dan die grote zwarte Achab, de duivel. Ik heb het wel eens voor de voeten geworpen als die aanvocht. En dan kan die zo. Maar de duivel,
Je kan niet meer doen dan de Heer je laat doen. Zeg het maar, bekommerde zondaar. Zeg het maar in de aanvechting. Satan, je kan niet meer doen dan de Heer je laat doen. In zijn almacht, in zijn kracht en in zijn genade. Dat is dan een kostbaar middel. Zegt Jacques Durham, een kostbaar middel in de strijd tegen de boze. En dan kijk ik om me heen en ik zie zoveel wat me verbijstert. Satan, en toch, je kunt niet meer doen dan de Heere je laat doen. Ook de goddeloze moet de Gods raad vervullen. Daarom moest Achab door middel van Obadja naar Elia. En ja, dan lees ik er het geschieden als Achab Elia zag. Het Achab tot hem zeide, zijt gij de broeder Israëls. Dat was zijn welkom. Elia kreeg geen hand. Nee, Achab brandde meteen los. Ik denk wel eens, hoe zou het dan gegaan zijn als Elia meteen gegaan was? Nu was Achab nog wat getemperd. Maar het vuur was niet uit. Het smeulde. Het brandde. Hij noemt hem geen eens Elia bij zijn naam. Zijt gij die beroerder Israëls. En voor het beroerder staat een woord in het Hebreeuws. Dat betekent iemand die onheil brengt. Iemand die verloren doet gaan. Iemand die brokken maakt. Iemand die de rust opzegt. Een onruststoker. Zijt gij die beroerder Israëls. En weet je wat er nou is? Nou geef Achab Elia de schuld van die droogte. Gemeente, hebben wij ook over ons. Als het ons tegen zit, dan zijn we zo geneigd om de Heere de schuld te geven. Iemand zei tegen me, dominee, ik ga niet meer naar de kerk. Maar mijn man is overleden. Ik zeg, mevrouw, wat lost dat op? Ik ben boos op de Heere. Ik zeg, u bent eerlijk. Ik zeg, maar laat je nooit door die boosheid meesleuren op een donkere weg. Ik weet het hoor, het kan soms zo van binnen stormen. Dat je soms helemaal geen zin hebt om te gaan, laat ik maar eerlijk zijn. En dat de Satan zegt, als het een beetje regent, blijf maar lekker thuis bij de kachel. Dat de Satan zegt, zomers als het warm is, blijf maar thuis, dat is het koel. En dat de Satan zwinters zegt, blijf maar thuis, want het is in de kerk koel en bij jou lekker warm. Het zit in ons, zouden we eerlijk zijn. Toch als bij ons opkomt, Heere, dominee, kunt u begrijpen? Ik zeg, ach mevrouw, ik kom naast u zitten. Wat er hier allemaal leeft. Maar het is de weg niet, mensen. Het is Gods weg niet. De Heere van onheil beticht. Ja, maar ik begrijp dit niet. Begrijp ik. Dan maar met al je smart hier komen. De psalmist zei, toen hij zag op de voorspoed de goddelozen en in Gods huis ging, toen zei hij, totdat ik op hun einde lette. En toen brak hij door. Wat
menige traan, ik weet het, is ook hier getroost. En menig benauwde ziel is ook hier door de Heere aangeraakt vanuit zijn woord. Gods huis als troostplaats. Dan niet thuis blijven. Dan maak ik het alleen maar erger mee. Zeg het maar hier tegen de Heere. Als het stormt van binnen. Zijt gij die beroerder Israëls. Dat kan een dominee zijn. Als hij de knuppel gooit in het vrome hoenderhok. Als de gemeente is vol met mensen die zichzelf bekeerd hebben. En dan moet je zeggen, gemeente is van Gods wegen. Dat kan toren verwekken, ik weet het. Maar wil het echt rustig worden in de ziel. Dan gaat het de onrust, de heilige onrust aan vooraf. Maar Augustinus zegt, het onrustig is ons hart. Totdat het rust in u, o God. Mensen, neem je maar mee naar Gods huis, neem je maar mee. Dat van binnen soms stormt. En dat niet meer weet. Neem jezelf maar mee. De Heere heeft raad. In het heiligdom. Mocht er zo'n woord voor u bij zijn. Als een verrassing van de Heere. Broeder Israëls. Ach, dan is Elia in goed gezelschap. Dan is, ja. Dan is hij in gezelschap van de meerdere Elia. De Heere Jezus Christus. Maar wat zeiden de fariseeën tot Pilatus? Deze beroert het volk. En hij is erom gekruisigd. Want ze wilden rust, gezapige rust. Een geestelijk leven is geen zaak van slapen. Maar van ontwaakt zijn, dat tintelt. Dat beweegt. Elia had de droom van Achab stuk gemaakt. Dat hij een machtig koning zou zijn. En dat ze voor hem zouden buigen als een knipmes. Broeder Israëls. Als de kerk geen broeder Israëls is. Is er geen kerk. Want als je vol van de Heere bent, kun je niet zwijgen. Waar je ook bent. Dan kun je niet mee naar het personeelsfeestje waar gedanst wordt. En dan kun je niet mee naar die schoolavond waar ze stiekem drugs gebruiken. En dan moet je wel eens wat van zeggen als ze op je werk vloeken. Met alle gevolgen van dien. Maar wie zo door genade een broeder Israëls mag zijn als Gods kind. Die heeft hoog gezelschap. Christus zelf. Die kreeg het om Christus wil. Als een gunst. Om te mogen stralen. Ook in een heilig protest. Het gaat toch om zielig. Voor de eeuwigheid. Wee u als alle mensen wel van u spreken. Broeder Israëls. Dat hebben ze van Paulus gemaakt. Van Calvijn, van Luther, van Kolbrugge. Maar wie de Heere kent. Die moet. Kom ik kom, dan kom ik kom. Ik zei het al. Die mag in hoog gezelschap zijn. Gezelschap van koning Jezus. Die zijn kinderen geen kalme reis beloofd heeft. Maar wel
Een behouden thuiskomst. Wat een bitter verwijt van Achab, broeder Israëls. O, als ogen konden doden. Gelukkig kunnen ze niet, want ik ben er nog. Maar je voelt het wel, die spanning. Die haat. Maar Elia liep niet weg. Hij bleef staan. Want met wie moet je nou het meeste medelijden hebben? Met Elia die uitgescholden wordt. Waar staat het? Die schold, dat hij die gescholden werd, dat hij niet wederschold. Met wie moet je nou de meeste medelijden hebben? Met Elia? Of met Achab? Ik hoef die vraag niet te stellen, hè? Elia werd niet boos. Ook zo'n wonder. Je kunt boos worden. Elia niet. Hij zei, vers 18, ik heb Israël niet beroerd. Maar gij en uw vaders huis. Ook vaders Achab staat schuldig. Ouders hebben onrijpe vruchten gegeten, zegt de profeet. De tanden van de kinderen zijn bot geworden. Ouders, wij gaan niet vrij uit, hoor. Ook niet om de zonde van onze kinderen. Dan kun je mee zitten, hè. Het is maar moeilijk mee. De Heere eist de kinderen van je af. Maar weet je, dat vind ik ook het mooie van je ouderschap. Als het hiervan vol mag zijn, dan mag je je kinderen spreken van de Heere Jezus. Alleen daarom al is het ouderschap, zo God geeft, de moeite waard. Om dat te mogen verkondigen. In oprechtheid. Christus in onmisbaarheid. Ja. Maar ook in gewilligheid. En heeft hij uw hart al beroerd. Omgekeerd. Om en om en om en omgekeerd. Wat is nou bekering? Om en om en om en omgekeerd worden heel je leven lang. Om er hem aan over te houden. De Heer Jezus Christus. Achab, uw schuld, gij en uw vaders huis. Gij hebt de geboden van de Heere verlaten. En gij zijt de Baals nagevolgd. Staat in Deuteronomium 11, vers 16. Wacht u zelf dat uw hart niet verleid wordt. Dat ge afwijkt en andere goden dient en u voor deze buigt. Dat de toren Gods tegen u ontsteken en hij de hemel toesluit dat er geen regen zij. En dan die jonge vrouw die me van een week belde van elders. De Heere mag in haar werken. En zei ze, dominee, ik geloof dat ik mag niet meer boos zijn over de regen. Want in de Bijbel is de regen altijd een zegen van de Heere. De vroege regen en de spade regen. Had ik weer een les. Het is waar, wie moppert op het weer, moppert op de Heere. Die God verlaat Achab, staat er. Gij zijt de Baals nagevolgd. En gemeente, wat doen wij? Als wij de Baals navolgen, dan vraagt om duister in je ziel. Dat houdt bij de Heere vandaan. Een troebele, vunzige gedachte, zegt Kolbrugge, brengt scheiding.
tussen de Heere en je ziel. Heere, brand die gedachte er maar uit. Elia zegt het eerlijk. Agab zegt niets terug. Nee, we lezen niet dat Agab op de knieën kwam. En hij is ook niet tot Elia gekomen op de knieën van een verbroken hart. Wat zou het rijk geweest zijn? Wat zou het vol geweest zijn? Dan had Elia hem groot mogen spreken van de genade van de Heer. Maar nu moest hij spreken van Gods brandende gerechtigheid. Omdat Baal niet wilde bukken. Maar na dat wonder, ik vind zo'n wondere geschiedenis. Dan zegt Elia ook in vers 19. Zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel. En die 450 profeten van Baal. En die 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Wie zal dat doen? Als ik u zou uitnodigen op naar een berg te gaan. Wie zou dat doen? En toch, ik nodig u uit. Die heuvel Golgotha. Daar is plaats voor verslagen zielen. Ik nodig u uit. In naam van de Heer Jezus. Die zo gekruisigd is. Met geopende, wijd geopende armen. Zondaren zijn welkom. Als ze mogen komen. Met verdriet. Om hun zonde. Elia zegt. Ga naar de Karmel. En nou het wonder. Gods wonder. Het gebeurt nog ook. Het woord van Elia is een kracht Gods geweest. Kijk, als ik vanmorgen spreek, dan gebeurt er niets. Als de Heere spreekt, och, dan gebeurt er wat. Dan kun je met je onverzoend bestaan niet meer uithouden. Als hij de vrede in je ziel inspreekt, ja, inkust. Met de vaderlippen van zijn genade. Dan komt er een vrede. Een liefde. Om stil van te zijn. Mijn ziel is immer stil tot God. Dat door de tranen heen. Ze zijn gekomen. Agab, die 450 Baals profeten, die 400 bosprofeten, nota bene naar de Karmel. Waarom? Nou, de Karmel staat bekend als een vruchtbare berg. Dat was altijd vruchtbaar groen van bomen, van vruchtbomen, maar ook van de weide. Het was een berg vol van natuurschoon. Ja, daar kun je zo intens van genieten. Dus dat je de zon ziet ondergaan over die stille bossen. Ik ga er graag heen. Het heeft altijd voor mij wat weemoedigs. Als dan de zon er overheen gaat in dat toverlicht. Dan kan ik soms niet verder. Als dit al zo mooi is, hoe zou dat dan geestelijk zijn? Daar liggen rijke lessen. In de natuur.
als je maar zien wilt. Maar hier de Karmel, bekend om zijn natuur, schoon Salomo, zegt van zijn bruid in het Hooglied: uw hoofd op u is als de Karmel. En Jesaja zegt dat de woestijn en de wildernis getooid zullen zijn met de luister van de Karmel. En daar moeten ze heen. Want de Karmel is bruin, dor, kaal, levenloos. De Karmel als een prediking. Wie God verlaat, heet smart op smart te vrezen. Of ook die andere belofte. De dorre vlakte der woestijnen zal bloeien. Als de roos van Saron. Als de roos van Libanon. Als de roos van Karmel. Karmel, enerzijds een aanklacht. Kijk eens, Achab, hoe droog, hoe dor. Jouw schuld, koning, jouw schuld. En zie, ze komen, koning, de moeders dorstig en de kinderen dorstig, uitgemergeld. Zie, ze komen, jouw schuld, koning. En ze zijn gekomen. En wat gebeurt? Ik lees dat ze wel kwamen. Och, schapen zonder herder. Verstoken van de rechte prediking. Om deernis mee te hebben. Met al die mensen die verstoken zijn van de prediking van wet en evangelie. Moet je geen foei zeggen en een goddeloos, nee. Deernis. Toen naderde, lees ik, Elia tot het ganse volk. Dus ze kwamen niet tot aan de kar. Ze bleven op afstand staan, iets onzekers. We lezen niet dat ze geknield hebben. Ze naderden. Zou het zijn omdat ze water wilden hebben? De regen zou komen. In milde stromen bleven ze staan. Omdat ze wel de weldaden van de Heere wilden hebben. Want als je alleen maar de weldaden van de Heere wil hebben, blijf je ver staan. En als je om het God zelf te doen mag zijn, dan moet je komen. Kom dichtbij. Heere, dichtbij. Hier bleef ze op afstand staan. Water. Brood. Geen dorst meer. Maar er was veel meer. Dat begeerde ze niet. En dan lees ik onze tweede tekst. Toen naderde Elia tot het ganse volk. Ook tot het ganse volk. Hij sloeg er geen één over. Niemand was te slecht. Hij sloeg er geen één over. En hij zeide: hoe lang hingt gij op twee gedachten? Wat doe ik nou? Juist hinken. Maar ik kon geen stap verder. Hinken op twee gedachten. God wat. En die wereld wat. En daar kun je soms hele dagen mee bezig zijn. Hoeveel haren kun je uit een paardenstaart trekken dat het nog een paardenstaart zij. Zei professor Hugo Visser. En maar dubben. En maar discussiëren. En maar delibereren. En hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Ze kwamen wel. Zijn ze zo. Maar niet zo. Ze bleven op afstand.
Weet u welke houding ik hier aantref? Die van niet te vroom en niet te goddeloos. God wat en de wereld wat. Wat mag nou wel, wat mag nou niet? Weet je wat mag? De Heere vrezen. De Heere vrezen. Dan ga je niet meer delibereren. Ja, maar dominee, als ik nou niet weet wat ik doen moet, dan kun je het nooit nauw genoeg nemen. Maar niet hinken op twee gedachten. Dat geeft alleen maar onrust. Je schoenen slijten, je komt toch niet verder. Niet te vroom, niet te goddeloos, nee. Klinkt als een verwijt. Hij zegt dat ook zo de Heere God is. Volg hem na. En zo het Baal is. Volg hem na. Dan wordt het volk op de keus gesteld. Op de tweesprong gesteld. Maar jij ook en ik ook. En u ook vanmorgen. Op de tweesprong. De brede weg. De smalle weg. Als ik nou zo blijf doen. Hinken doe je op de brede weg. En geloven door genade op de smalle weg. Dan moet je, waar de Heer je brengt, of de Heer, of Baal, niet half. De Heer wil ons niet voor de helft. Weet je waarom niet? Weet je waarom de Heer jou niet voor de helft wil? Omdat hij jou helemaal vergeven wil. Daarom. Omdat hij helemaal lust heeft in jouw zaligheid. Daarom, mijn zoon, mijn dochter, geef me uw hart niet voor de helft. Dan kan die er niks kwijt. Maar volledig. Aan een arme tobber verslagen. Kan die alles kwijt. En daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. De Heere Jezus Christus. Maar kiest u heden. Wie gedienen zult. Of het een. Of het ander. De wereld verlaten. De oude natuur doden. Ja, maar het is niet alleen. De Satan zegt altijd, als jij voor de Heer Jezus kiezen mag, dan mag je dit niet, dat niet, zus niet, zo niet. Allemaal nieten, negatief. Satan is negatief. Maar de Heer zegt, wie voor mij kiezen mag, wie mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. Zo hè, dat is stil van wordt. En dat je nooit spijt van krijgt. De brede weg. De smalle weg. Baal. Of de Heere. We hebben een keer een voetbalwedstrijd gehad. Ergens in de gemeente waar ik stond. Toen belde de krant op. Dan vindt u ervan. Nou, meneer, tussen bal en baal is maar één letter verschil. Dag meneer. Hup. Kist u heden wie verdienen zult. Genadekeus, ja. Heere, geef het. Geef het, Heere. Ze zal je niet berouwen. De keus van het smalle pad. Heb je ziel te verliezen. Ja, maar ook te behouden. Dat is het punt. De Heer vraagt je helemaal omdat je helemaal zonder bent. Maar ook omdat hij je helemaal redden wil. Niks halfslachtigs.
Het is bij hem zo volkomen. Zo rijk. En dan lees ik. Maar het volk antwoordde hem niet. Eén woord. Dan doe je zo. Ze antwoordde hem niet. Eén woord. Stil. Zoals dat kerkhof stil is. Angstig stil. Maar wie een hart mag hebben dat vol van de Heer Jezus is, die kan niet zwijgen. Dan hoort men de vrome tent weer galmen. Van hulp en heil ze aangebracht. Die zijn er vol van. En die kunnen niet ophouden. Ook niet in de moeite. Ook niet in de angsten. Ook niet op het sterfbed. Dan maakt de Heere waar. Hij haalt zijn kerk koninklijk thuis. Door hem. Door hem alleen. Om het eeuwig welbehagen. Ik hoop niet, gemeente, dat het stil blijft. Amen. Willen wij gaan zingen? Psalm 147. Psalm 147. En daarvan het zesde vers. Die Heere betoont zijn welbehagen. Psalm 147, het zesde vers. Vragen. Bleef stil in Israël. Heere, laat het niet stil blijven onder ons. Dat hinken op twee gedachten. Daarmee houden we ons bij u vandaan. Doe maar vallen, Heere. Doe ons maar vallen. Over onze malle hinksprongen.
doe ons maar vallen als zondaar naar u toe. Daar krijgen we nooit spijt van. Het is een wonder van u alleen. Heere, wilt u de prediking zegenen? Wilt u wegnemen wat niet was naar uw heilige wil? Gij kent, gij weet alles. U wilt zondaren helemaal hebben, omdat u ze helemaal genezen wil. En vergeven wil. Dat is zo groot. Dat kan geen mens overzien, nee. Maar wel door genade beleven. Wilt u meegaan naar onze huizen? Ik kon het zijn. Breng ons vanavond terug. Heere, doe het nog. Uit enkel genade alleen. In de vergeving van zonde. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 103. Psalm 103. En daarvan het 9e vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen. 103 vers 9 willen wij gaan zingen. Althans heen in vrede, mag ontvangen de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.